dames en heren. En welkom bij Hexeline Gmail. Vandaag wil ik jullie wat aantal nieuwtjes geven en wat aantal vragen stellen. Het eerste nieuwtje is dat ik volgende week zaterdag of vrijdag. Nee, in elk geval het nieuwtje is dat volgende week... Wacht, volgende week is dat al. In elk geval het nieuwtje is dat volgend weekend, dus niet aankomend weekend, met het weekend erop, de Dutch YouTube Gathering begint. De Dutch YouTube Gathering is in Utrecht en de kaartjes kosten maar 5,50 €. Dus voor 5,50 € kun je mij daar al zien. Je kunt een handtekening aan me vragen, je kunt met me op de foto en natuurlijk ga ik daar filmen. Dus misschien zie je jezelf al terug in één van mijn video's. En dat zou tof zijn, of niet? Ja, dat vind jij wel tof. Wat je nu even moet doen is hier even beneden in de beschrijving klikken op de link van de Dutch YouTube Gathering. Komt net even een kaartje van 5,50 €. En wie weet zie ik jou daar wel. En natuurlijk ben ik dan heel enthousiast en ben ik absoluut niet chagrijnig. Ik bedoel, het zou toch belachelijk zijn? Nee, ik weet echt zeker dat die hier zou moeten zijn. Ik bedoel van, ja, ik zou een handtekening vragen. Ik heb niet voor niks dat kaartje gekocht. Oh mijn god. Godverdomme. Dat is Job van Hexeline Gmail. Oh, Job. Ja, wat is er? Oh, wacht even. Ben jij niet Job? Ja. Job van Hexeline Gmail? Ja, dat ben ik. Oh, ik ben zo'n grote fan van je. Zie je dat ik bezig ben? Ik sta hier, ja. Ik sta hier. Oh. Dus ik ben iets aan het doen, want ik sta. Okay. En jij gaat mij lastigvallen? Opdonderen. Godverdomme, waar is het begrip van de mensen? Oh, jeetje, Mila. Nee, maar mensen, nu even zonder dolle. Ik zou het echt heel erg tof vinden als ik een van mijn Hexeline Gmail kijkers daar zou zien. Of een paar, of een tientallen, honderden, duizenden, miljoenen. Laat het even reëel houden. En dat was dus het eerste nieuwtje. En ik heb heel erg begrip voor als jullie ook daadwerkelijk naar de Dutch YouTube Gathering zouden komen. Laat hier beneden even een reactie achter of jij erheen gaat. En misschien komt dat dan wel in mijn nieuwe reactievideo. Hey, is toch tof? Ja, in elk geval was één van de twee... Of drie. Ik weet niet hoeveel nieuwtjes je hebt, maar in elk geval is dat een van de paar nieuwtjes. Het volgende nieuwtje is dat ik morgen weer met Job. Ja, Job. Jullie kennen... Dit is Job. What the fuck? Hé, jongens, kom op. Dat is Job niet. Dit is... Even een foto van Job. Ja, oké. Okay. Dit is dus Job. Dit ding. Ja, ding. Ik bedoel... Dit is Job. Ja, dat is een goede vriend van mij. Die zit bij mij op school. En wij hebben al eerder een keer een candy vlog gedaan. En veel kijkers vonden de candy vlog leuk. Dus morgen gaan we nog een candy vlog video opnemen. En dat gaan we doen in de stad. Dan gaan we zo met z'n tweeën lopen van... Hé, hey, ik ben Job en ik ben Job. En ik kom van Hexeline Gmail. En dan gaan we filmen. Dus vergeet natuurlijk niet morgenavond of overmorgenochtend even mijn kanaal te checken. En wie weet zie je ons dan wel daar een beetje... Ja. Dat zou ik heel erg tof vinden. Oh, ik heb eigenlijk maar geen rot nieuws. Dus best fucked up. Ja, oké. Okay, dat was het eigenlijk wel. Vind je wel een beetje te binnen schiet? Hoe zou het zijn als ik meedeed aan Holland's Got Talent? Dat zou er zo uitzien zonder special effecten. Hallo, en wat is jouw naam? Hallo, mijn naam is Kut Job. En ik ben 13 kut jaar oud. En ik hou vreselijk lul van zingen. Ik heb er heel veel plezier en ik besteed er al mijn kutvrije tijd aan. Dus het leek me wel gepast om mee te doen aan Holland Staring Talent. Dus bij deze. En wat ga jij voor ons zingen? Nou, ik ga eigenlijk niet even in mijn eentje zingen. Ik ga namelijk godverdomme samen met een liedje meezingen. Kut! Godver... En dat lijkt me heel erg leuk. Godverdomme. En dat ga ik doen met een liedje Kut Rihanna met een lelijke kuttenkop. Rihanna met het liedje Kut Diamonds, godgegloeiende domme diamonds. Oh jongens, het is een kutvorm. En dat ga ik dan nu doen als het mag. Oké, Job. Nou, ik kijk er naar uit. Het podium is van jou. Ik weet het niet. Shine white like a kut diamond. Shine white like a kut diamond. Kut tegen tyfus. And in the beautiful secret I just told be could happy. You and I do like diamonds in the sky. You're just vision of ecstasy. When you hold me, when I'm alive, like a diamonds in the sky. I know there will become Godverdomme. Oh, wide away. Het verzijt. Denk je aan zo'n kut nummer. I'm so like kut nummer. Shine. Ja, Job, stop maar. Ik kan je wel een compliment geven voor je zeer rijke woordenschat, maar ik denk niet echt dat het wat gaat worden. Nee, Job, je hoeft echt niet te huilen. Dit gebeurt vaker. Nou. Tenminste, er zijn
vaker mensen die afvallen, maar ik heb nog nooit iemand gezien die er zoveel energie in gooide. Dus goed gedaan en hou de boel heel en dan kun je het podium verlaten. Oh, kut, kut, actief is allemaal kut. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik op dit moment moet zeggen. Ik heb er echt geen woorden voor. Kut, 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 kut. Nee, oké. Nu even afvallen, nu is het goed. Nee, nu is het niet meer grappig. In ieder geval wil ik jullie gewoon vreselijk bedanken voor het kijken van deze video die jullie nu hebben gezien. Op jullie beeldscherm. En ik hoop daarom ook dat jullie even zo lief zijn om even een leuke groene duimpje achter te laten. Dat vind ik mooi als je dat doet hoor. Dat vind ik echt mooi. Voor de rest zou ik het wel fijn vinden dat jullie deze video even zo lekker willen delen. Dan ga ik zo... jij stukje in het bekken dicht. Nee, serieus. Gewoon dat jullie op de Dutch YouTube kanaal komen. Voeg deze video even toe aan je favorieten. En wat je ook even moet doen is morgen mijn kanaal checken voor een nieuwe candy vlog. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En het belangrijkste is het delen. Want ik vind het heel fijn als jullie samen delen, samen spelen. En vooral deze video delen. Dat is het belangrijkste. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie later.